Jolanda van der Kammen. Lockbox, wat zegt dat? Een Lockbox activiteit die organiseren we voor alle middelbare schoolkinderen hier uit Almelo. We willen de kinderen in Almelo heel graag kennis laten maken met techniek en laten zien hoe leuk het is om technische beroepen eventueel in de toekomst te gaan doen. De Lockbox activiteit is een activiteit waarbij ze 12 opdrachten moeten vervullen die allemaal te maken hebben met techniek. Dat zijn praktische opdrachten, dus ze moeten echt knutselen. Maar ze moeten ook gewoon de theorievragen kunnen uitvoeren. Ze doen dat in teampjes van 6 kids, waarbij ze onderling moeten bekijken hoe ze samenwerken. Die 12 slotjes die je aan de Lockbox ziet, die moeten allemaal open. En het team dat het eerste doet, die hebben gewonnen. En dat doen we 5 keer deze week. Wat voor bedrijven ondersteunen dit? Dat zijn 12 high-tech bedrijven in Almelo. Ik zal even kijken of ik ze allemaal kan noemen. Dat is VDL, Aeronamic, Urenco, Enrichment Technology, Bouwman, Boussecol, PBF, heb ik ze allemaal nu, Hollander Techniek, Technotion, AC-tronics. Ik geloof dat ik ze allemaal heb nu. En de bedoeling is om de kinderen meer in de techniek te krijgen? Ja, zeker. We zien enorm gebeuren dat het kiezen voor technische opleidingen door de jeugd terugloopt. Met als gevolg natuurlijk dat nu al, maar zeker in de toekomst, het werven van technisch personeel steeds moeilijker voor ons gaat worden. Ja, en dat is natuurlijk enorm jammer. We zijn hartstikke mooie bedrijven, hier gevestigd in Almelo. Dat mogen we best laten zien, daar zijn we ontzettend trots op. En we hebben de jeugd gewoon nodig in de toekomst. En vandaar dat we dit soort activiteiten organiseren om ze te enthousiasmeren. En wellicht worden het onze nieuwe collega's.